Eerder vertelde Bettina Holwerda in het programma De Wild in de Middag van Ruud de Wild dat ze voorlopig niet meer naast Tim Bakkum wilde slapen. Dat had alles te maken met de aanhoudende hoest van het acteurtje. Jim werd dan ook de slaapkamer uitgebonjourd. Door het kijken naar de Crown heb ik geleerd dat ik niet de enige ben die positief kijkt naar aparte slaapruimtes. Kennelijk deden koningin Elisabeth en prins Philip dat ook. Ik heb wel een relatie, ben zelfs getrouwd, maar wij slapen apart. Hij slaapt nu tussen de wasrekken en de boeken op zolder. Hij hoest en hoest. Hoesten kan niet naast mij, daar kun je toch niet naast liggen? Hij hoest heel hard, vervolgde Bettina Holwerda. Het hele bed gaat heen en weer. Jimbakum is bijna 2 meter, dat is niet een klein hoestje waardoor je denkt, ik slaap wel verder, ik ben niet de enige, zie ik? Dat stelt me gerust. Op Instagram noemde Bettina Holwerda zichzelf een gekke misofonische hemkie. Ik lig weer eens ergens wakker van, maar wilde wel graag weten of ze niet de enige was. Beter los van elkaar goed uitgerust zijn, dan bij elkaar wakker liggen en chagrijnig worden, toch? Gelukkig voor Jimbakum is het weer goed gekomen. Mijn vrouw en ik slapen ook weer bij elkaar, lacht hij. Toch is dat altijd het geval. Omdat ik momenteel met de voorstelling Showmeester 5 dagen in de week in het theater sta en vaak laat thuis kom. Omdat ik mijn vrouw niet wil wekken, slaap ik dan ook op het logeerbed. Gewoon praktisch denken. Dus dat is het hele simpele verhaal. Maar misschien zijn we daar iets te open in.